Chris, wat ben je nou wel aan het doen? Ja joh, mooi weer, lekker gezond. Nou, dit is toch veel makkelijker. Let maar eens op. Welkom bij Jan Hop, de Jeep dealer van Nederland, de Wrangler 4xE specialist. Deze film gaan we u alles laten zien over de hardtop en de softtop en de elektrische softtops die op de Jeep Wrangler leverbaar zijn. We hebben een elektrische softtop staan, we hebben een handmatig bediende Mopar softtop staan, we hebben een STJ elektrisch wegschuifdak staan en de Dual Pane hardtop variant. Wij laten het allemaal keurig netjes zien, zodat u de juiste keuze kunt maken waar u gelukkig van wordt. Want met dit weer wil toch helemaal niemand in een dichte auto rijden. De Jeep Wrangler 4xE heeft ook de mogelijkheid van een hele mooie hardtop in combinatie met een linnen elektrisch wegschuifdak. En dan wordt dat helemaal weggeschoven van de voorkant helemaal tot hier. En het allergrootste voordeel van een heel mooi STJ wegschuifdoek is dat we met één druk op de knop hem zo ver open kunnen krijgen als dat we zelf willen. Dat kan tot 100 km per uur op de snelweg, kunt u het doek openen en sluiten. Het is een mooi gevoerd doek. Qua geluidsniveau is het eigenlijk, hebben we met een decibelmeter vergelijkbaar met een hardtop, zoals we in Charge Green hebben gezien. En nu heb ik ook achterin een heerlijke cabrio. Nou, dat is toch wel echt leuk. En nogmaals, hij kan op de snelweg tot 100, kan hij ook gewoon weer dicht. Voor als het toch een beetje koud wordt of zelfs een noodplensbui eruit komt. Deze prachtige Sarge Green Jeep Wrangler 4xE met Saddle Brown leder interieur is dus voorzien van een Dual Pane hardtop. Veel verkocht. En ik zal laten zien hoe makkelijk het is om hier een cabriolet van te maken. We hebben hier wel geteld 4 beugels. Achterin heb ik daar een mooie opbergplaat voor. Zodat u hem altijd bij heeft voor als het gaat regenen. De andere kant gaat net zo makkelijk. Zo. En oordeel zelf. Is dit nou een echte cabrio? Kom maar eens zitten. Het voelt wel zo. Dan hebben we deze schitterende Nacho 4xE Jeep Wrangler. Met een originele Mopar softtop. In het zwart uitgevoerd. Dat is een handmatig bediende kap. Die op 2 manieren open kan. Half en volledig. En het leuke van een softtop is uiteraard dat hij open kan en dat we een cabrio rijden. Dat werkt hier met 2 haken. Bij deze softtop kunnen we de boodschappen nog onderlangs insteken. En we kunnen hem ook nog een stapje verder demonteren. Nog makkelijker dan ik al dacht. Het linker zijpaneel eruit.
echt een zuipaneel. Zo, is ook wel leuk om te rijden trouwens. Maar hoe moet dit nou omlaag? Van een wereldtrip? Zou het zo makkelijk zijn? Ja. Hij valt vanzelf naar beneden. Nou, ik ben er vandoor. Doei.